Vele goede maatregelen, zoals bijvoorbeeld de jobkorting die u deze maand krijgt, kwamen er mede dankzij ons. En sommige goede maatregelen kwamen er uitsluitend dankzij ons. Buiten de bevoegdheden van onze eigen minister denk ik dan vooral aan het verplicht inbruggingsbeleid, het is hier al aangehaald, en aan het assertief beleid in de Vlaamse rand. Beste vrienden, wij hebben bewezen dat we kunnen besturen, maar we hebben ook bewezen dat besturen voor ons niet hetzelfde is als ministertje spelen. Toen Geert Bourgeois de enige was in de Vlaamse regering die nog vasthield aan het Vlaams regeerakkoord, toen hij de enige was die de staatshervorming niet mee wilde begraven om daarna de koffie te nemen in het praatcafé van de dialoog, toen hebben wij en toen heeft hij niet geaarzeld om te doen wat moest gebeuren. En op het federale niveau hebben wij zelfs nooit een minister aangeduid. Niet dat men ons het niet heeft aangeboden. Maar er is geen haar op mijn hoofd dat er ooit nog maar aan gedacht heeft in een Belgische regering te stappen zonder een sluitend akkoord over een grote staatshervorming. Wij zullen tijdens deze campagne onverbloemd de waarheid zeggen. En wij zullen antwoorden op de vraag die de krant De Standaard zich onlangs stelde in zijn editoriaal, ik citeer, waartoe dient een federale regering als ze toch permanent in de onmogelijkheid verkeert om te regeren? Einde citaat. Ons antwoord is klaar en duidelijk. Zo'n regering dient tot niets. En ze kan tot niets meer dienen, omwille van een andere waarheid die voor ons zonneklaar is. België werkt niet meer. De optelsom van de beide gemeenschappen vormt geen federatie. Het vormt ook geen confederatie. Het vormt een contra-federatie. Alles geraakt in België geblokkeerd. Of is het soms ook door de crisis dat we geen deftig migratiebeleid kunnen voeren, wat de Vlaamse kiezer ons al zo lang vraagt? Is het soms door de crisis dat de minister van Justitie moet vaststellen dat op zijn departement sinds 10 jaar niets is veranderd? Dat de toestand in onze gevangenissen nog steeds mensonwaardig is? Tenzij dan voor de criminelen die men moet vrijlaten door slechte wetgeving. Of voor de criminelen die zakgeld krijgen om nog voor hun proces naar het buitenland te vluchten. Is het de schuld van de crisis dat wij op het departement al 10 jaar Didier Reynders moeten ondergaan? Ik zal niet eens beginnen opsommen wat die heeft uitgevreten. Zelfs nog niet de laatste maanden, want ik zou vandaag ook nog in Plopsaland willen geraken. We zouden... Mijn vriendin Joël Milquet. En u hebt daar misschien gezien, het is een toffe madame, maar haar ideeën zijn dat iets minder. U hebt daar misschien gezien, op de voorpagina van het laatste nieuws, ze hadden ons iets te melden over Opel. De kop van het laatste nieuws was ijskoud. Geen geld voor Opel. Je moet dat maar durven als Franstalige politica. Wij die vandaag nog altijd kreunen onder de massieve schulden, opgebouwd in de tijd dat we via België nutteloos geld bleven pompen in de Waalse industrie. Nu de Vlaamse industrie het moeilijk heeft, een industrie die wel degelijk nog een toekomst heeft, nu mag daar geen geld naartoe gaan. We moeten lessen trekken uit dat verleden. Wat een geluk voor Milquet en co. dat de Vlamingen zo'n braaf volkje zijn. Meneer Van Rompuy, ik richt me even persoonlijk tot u. U die de 16 bent binnengetrokken met frisse tegenzin, want zover zijn we dan ook in dit land. Normaal is dat het hoogste dat politicus kan bereiken, premier worden van een land. Bij ons moet je die met een scheepskabel binnentrekken. Het is dat ze wel zullen weten wat voor een land het is. Hè. Maar meneer Van Rompuy, voor u de wedstrijd 16 binnentrok, noemde u een regering zonder Vlaamse meerderheid ondenkbaar. Vandaag bent u de eerste minister van zo'n regering. De Vlamingen worden geacht dit te slikken omdat ze Belg zijn. Wij worden geacht Belg te zijn om de facturen te betalen. Wij worden geacht Belg te zijn totdat we de splitsing van BAV stemmen. Dan veranderen we plotseling in Vlamingen die hun meerderheid hebben misbruikt om de Franstaligen te vernederen en die nog maar eens bakzeil moeten halen. Het siert u dus zeker niet, meneer Van Rompuy, dat u gekozen hebt om premier te zijn van deze Belgische anti-Vlaamse regering. En wij zullen u bestrijden, te land, ter zee en in de lucht. Van op Grimby tot de pannen. Sterker Vlaanderen, minder crisis. Minder economische crisis, minder bestuurlijke crisis, minder democratische crisis. En ook het beeld dat we gebruiken is glashelder.
Ons waarschuwingsbord van de vorige keer tegen de verstrikking en de verstikking van Vlaanderen heeft helaas niet geholpen. Daarom geven we deze keer de richting aan met ons verkeersbord. De richting om eruit te geraken, afrit Vlaanderen, uitrit crisis. Wij vragen de kiezer resoluut de weg te kiezen naar een sterker Vlaanderen. Want alleen zo kunnen we ons weren tegen de crisis. Alleen zo kunnen we de welvaart van 6 miljoen Vlamingen, van onze mensen, bewaren. Die verkiezingen, beste vrienden, die gaan we winnen, die moeten we winnen. Ik dank u.